Ja, het is natuurlijk, je zit natuurlijk in een weekend, in een week vol ja, emoties. En nou ja, daarbij natuurlijk ook nog aangekondigd dat ik stop met voetballen. Ja, dat brengt natuurlijk heel veel teweeg. Ik zit zelf nog in een roes. Maar dan om gisteren na de aankondiging het respect van zoveel mensen die ik eigenlijk zelf zo waardeer te krijgen, ja, dat is uniek. Ja, er zit heel veel emotie in mij op dit moment. Ik heb ook heel veel mensen dicht bij mijn omgeving, maar ook op de tribunes zien huilen. Alleen, ik heb zelf nog weinig tranen gelaten en ik weet eigenlijk niet zo goed waarom dat is. Maar het is wel allemaal fantastisch om mee te maken, want ja, ik ben wel ontroerd, moet ik zeggen. Gaat dat nog wel komen, denk je? Ja, nee, dat zeg ik. Ik leef op dit moment in een roes van blijdschap. En zoveel mooie dingen meegemaakt deze week. Zoveel mooie dingen kwamen samen. Ja, en om kampioen van Nederland te worden met Feyenoord in je laatste wedstrijd, dat is, ja, daar kan je alleen maar van dromen, zeg maar. Ja, volgens mij heb je het er volop van genomen, want die kampioenschaal die was even weg. En ja. Later doken de beelden op van jouw auto. Ja, nee, dat zegt iets over de blijdschap, laat ik het zo maar zeggen. Ja, we hebben fantastische momenten gehad waarin we met elkaar het feest hebben mogen vieren. Allereerst met de spelers en het bestuur afgelopen zondag. Dan was maandag de huldiging met de supporters en dinsdag hadden we nog een personeelfeest. En ja, ik denk die schaal moet ik toch maar een keer mee naar huis nemen. En ja, onderweg kom je dan op bepaalde ideeën en ja, maak je er maar een feestje van. Het is een lang seizoen geweest, een heel mooi seizoen vooral, maar ook wel zwaar misschien voor jou. Ja. Heeft dat echt, misschien wel de beslissende knoop die doorgehakt moest worden in je hoofd, heeft dat een rol gespeeld hoe het seizoen is gelopen? Nou ja, op een gegeven moment kom je tot een bepaald gevoel wat het beste voor je is. Toen ik naar Feyenoord kwam heb ik altijd al gezegd dat ik het van jaar tot jaar bekijk. Mensen weten ook dat ik een speler ben die heel graag op het veld actief is. Moeite heeft om niet altijd te spelen. Maar desalniettemin denk ik dat ik heel veel wedstrijden gespeeld heb dit seizoen. Voor iemand van 36 jaar meer dan 80% van de wedstrijden gespeeld. Ik heb alle trainingen meegemaakt. En nou ja, tussen al die vormen van respect van collega's las ik ook nog door dat ik de afgelopen 18 jaar minimaal meer dan 30 wedstrijden, competitiewedstrijden per seizoen heb gespeeld. Dus ja, dat hakt er op een gegeven moment wel in. En ja, ik had het gevoel van dit is het moment voor mij om te stoppen. En ik heb mijn doel bereikt. Ik heb gewonnen met Feyenoord wat ik wilde winnen. Dat zat diep. En nou ja, ik ben blij dat ik dat samen met de spelers en de trainers en de club, dat we dat hebben kunnen doen. En eindelijk na 18 jaar weer kampioen zijn. Is dat voor jou zelf ook gelijk het hoogtepunt voor je carrière? Of is dat heel moeilijk om te kiezen eigenlijk? Nee, dit is het kampioenschap voor mij is het absolute hoogtepunt van mijn carrière. Ik heb ontzettend veel mee mogen maken. Daar ben ik enorm dankbaar voor. Maar de emotie die hierbij kwam, vanuit mezelf, van de mensen die ik om me heen heb gezien, die is zo uniek. En dat zegt alles over de club Feyenoord. En het legioen wat daar natuurlijk achter zit. En nu? Trainer of technisch directeur? Je bent het volgens mij onder je zet nu, op meerdere paarden in. Eerst even rust. Want ik ben, nou, dat zei je net zelf ook al, geestelijk gewoon enorm moe. Het waren twee van de mooiste jaren van mijn carrière. Maar het heeft ook heel veel energie en kracht gekost. En ja, ik heb daar heel veel voor opzij gezet. Egoïstisch geweest, ook naar mijn gezin toe. Dus ik ben blij dat ik daar nu tijd voor vrij heb kunnen maken. Maar gisteren, toen ik het gesprek had met Martin van Geel om aan te geven dat ik ermee stopte, kreeg ik heel veel waardering voor het feit wat ik de afgelopen twee jaar voor de club heb betekend. En dat deed me heel goed. Maar het gevoel wat zij voor mij hadden voor de toekomst, dat deed mij eigenlijk net zo goed. En dat is eigenlijk ook wat ik graag wilde. Ik wilde me verbonden houden aan de club. En ik krijg daar nu alle ruimte toe. Ik ga met Martin meelopen het komend seizoen. Ik ga me richten op een cursusmanagement, maar ook het trainerschap. En ik ga kijken wat het best bij mij past uiteindelijk. En ja, we zullen zien wat de toekomst daarin brengt. Maar dat die toekomst bij Feyenoord ligt en dat Feyenoord dat ook graag wil,
ja, dat waardeer ik enorm. En dat is eigenlijk ook wat ik het liefst wil. Ja, supporters noemden jou al een keer gekscherend de technisch directeur van Feyenoord. Hè? Met het lobby, het warm maken van Berghuis bijvoorbeeld. Ja, nou ja, heel veel mensen. En ik moet ook eerlijk zeggen dat... dat Van Geel mij vaak ook heeft betrokken in bepaalde situaties en mee heeft laten kijken. En daar heb ik al enorm veel van geleerd. Ik denk dat dat ook iets is wat bij me past. Alleen het is nu moeilijk om te zeggen wat dan het beste voor mij is. Ik ben trots op de carrière die ik heb gehad als voetballer. Maar ja, je moet het nu natuurlijk wel weer opnieuw bewijzen in een nieuwe functie. En daar ga ik gewoon alles aan doen.